Hey, hallo. Bijna. Bijna in januari. Ja. Het is vandaag 30 december, vrijdag. Dus niet enthousiast reeds, want morgen heb ik nog een dag. Maar ik denk, ik begin nu alvast met een eindejaarsvlogje te maken. Bla 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 bla. Terugblik op 2016. Nou ja, wat hebben we op de site gehad? Recepten, gezeik, voetbal, vreetoverzichten, tags. Ik ben steeds meer dingen tagsposten gaan overnemen van anderen. Dat vind ik onwijs leuk om te doen. En ik ben de laatste paar maanden wat meer gaan blogposten. En dat komt omdat ik het weer helemaal zie zitten en weer helemaal leuk vind. En ik moet alleen even mijn drive vinden, mijn weg vinden van waar wil ik heen, wat wil ik gaan doen. En, maar goed, jullie helpen me daar al bij. Ja, jullie komen altijd wel met ideetjes of ja. Net zoals de schoonmaakartikelen, blogpost, die viel wel aardig in de spraak, geloof ik. Maar goed, je kan ook begrijpen dat ik natuurlijk niet constant kan blogposten over schoonmaakartikelen. Dus, maar goed, morgen, laatste dag van het jaar. Terugblik. Nee, we hebben van alles en nog wat gedaan in 2016. En ik heb net een vlog opgenomen voor Project A. Waar ik daar even een mini terugblik heb gedaan. En ja, de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Jeetje. Ja, het zijn toch wel mijn meiden. Of onze meiden. Ik praat altijd in mijn eentje. Die het gewoon super doen op school. En ja, het zijn pubers. En pubers zijn vervelend. Maar hey, jij en ik zijn ook jong geweest, toch? Dan nog meer even leuke terugblikken. Ja, dat ik me wel beter ben gaan voelen. Ik zie er nog niet beter uit, want het lichaam is nog steeds naar de kloten. En het gewicht is nog steeds dramatisch laag. Maar ik voel me beter. En als je wel beter voelt, dan neem je de rest omheen wel even voor lief. Ja. Hebben we nog meer leuke terugblikken? Nee, ja, het was hier alleen maar werken, knallen, huilen. En dingen weer oppakken, geloof ik. Oh ja, en het vloggen. We zijn natuurlijk een jaar lang elke week nu. Dat bedoel ik. Vuur. Aan het vloggen geweest op zaterdag en zondag. En dat willen we gewoon in 2017 ook weer voortzetten. Mits jullie echt zeggen van kappen, nokken, helemaal niks. Maar dat geloof ik niet, want jullie vinden het best wel leuk. Dus daar gaan we gewoon mee door. En ja, verder zoveel mogelijk blogposts plaatsen. Ik wil sowieso één artikel online krijgen per dag. En dat maakt me niet uit of zijn jullie inzendingen of mijn eigen inzendingen. En misschien ook wel gelijk een oproep van, heb jij een speciaal verhaal of wat dan ook. En dat wil je kwijt. Dat mag op mijn site. Ja, mail me, pb me, weet ik veel. Tik me ergens aan en let me know. Keukendingetjes, ja, wat meer receptjes. Ik ga toch wel wat meer aankloten in de keuken. En ik probeer toch wel wat meer kookvideo's te gaan maken. Terwijl je weet dat ik daar helemaal niet van ben. Want ik ben fucking groot in de keuken. En als er dan nog maar klauwen gekeken wordt. Of door een persoon, of notabene door een camera. Ja, zelfs door een camera kan ik para worden. Maar dat wil ik wel gaan proberen, want dat vind ik wel leuk. Maar nogmaals, ik sta open voor suggesties. Gooi het in de groep als je wat hebt. Zeg van ja, Reach. Daar willen we elke week wat van zien. Gooi het in de groep. Dus. Maar goed. Ja. We gaan gewoon weer knallen in 2017. En volgens mij staat een beetje naar beneden. Zo. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal weer terug te zien in 2017. Want jullie zijn leuk. Ik ken jullie niet, maar jullie zijn leuk. Leuke reacties. Leuk feedback en leuk steun. Fijne steun. Toppers. Dus hopelijk tot 2017. Bij deze wens ik iedereen een onwijs gaaf, gezellige en leuke jaarwisseling. Kijk uit met vuurwerk. Dat is gevaarlijk.
Ja, ik weet het. En ja, waar moet ik wat kwijt? Nee. Ik ga gewoon knallen volgend jaar. Als je dat wil bereiken, go for it. Probeer ik ook. Ja. Hey, lieve schatten, tot volgend jaar. En heel veel plezier met oud en nieuw. Doei.